Als je een nieuw huis koopt, wil je het natuurlijk inrichten volgens een trend van nu. Maar is taupe nog wel in? Of moet je gaan voor gewaagd geel of simpel wit? En wat doe je met gordijnen en verlichting? Iemand die daar alles over weet is Sharon. Zij geeft elke week tips en tricks en vandaag gaat het over de woonkamer. Ben jij iemand die graag meegaat met de trends, maar die daar geen duizenden euro's aan wil spenderen? Let dan op, want Sharon gaat laten zien hoe je met één set basismeubelen twee totaal verschillende sferen kunt maken. En dat alleen met accessoires. Ik ben benieuwd. We beginnen met deze woonkamer. Er staat een bank, een tafel, een kast en een dressoir. Wanneer je van modern houdt, denk je al snel aan hoogglans wit en RVS. Maar door de strakke vormen van deze meubels en de juiste aankleding oogt deze kamer in een mum van tijd modern. Om deze ruimte een eigentijdse uitstraling te geven, gaat Sharon eerst shoppen. Als je gaat voor strakke modern, denk dan niet alleen aan de kleuren wit, grijs of zwart. Kies ook eens voor een felle kleur. Zo breng je contrast aan in je woonkamer. En voilà, modern. Maar ben jij niet zo'n urban type, kun je natuurlijk ook gaan voor een gezellig landelijk sfeertje. Terug naar de basis. Like this. En Sharon duikt de winkel weer in. Landelijk staat voor hout, grof gebreide stoffen en natuurtinten. Warm en gezellig. Deze overtype past perfect in een landelijk interieur. Dit komt door de linnen stof en de ingebrachte knopen. Zo krijg je dus in dezelfde kamer twee totaal verschillende sferen. Dit was de basis. Zo wordt het modern. En zo ziet de landelijke sfeer eruit. Wil je meer weten over de meubels en accessoires die je hebt gezien? Ga naar onze site.